Beste student, welkom aan de KU Leuven. We zijn blij dat je bij ons komt studeren. In deze reeks filmpjes geven we je graag wat toelichting bij Toledo. Je kent Toledo misschien als de naam van een van de oudste en mooiste steden in Spanje of een model van een bekend Spaans automerk. Sinds 2001 is Toledo ook de naam van de digitale leeromgeving van de KU Leuven. Het logo is een gestileerde weergave van de beroemde brug van Sint Maarten van Toledo. Het geeft aan dat Toledo bedoeld is als de plaats waar docenten en studenten elkaar kunnen vinden. Toledo wordt trouwens niet alleen aan de KU Leuven gebruikt, maar is sinds 2004 de gemeenschappelijke digitale leeromgeving van de hele associatie KU Leuven. Op die manier sluit het ook een brug tussen alle docenten en studenten aan de partnerinstellingen van de associatie. De naam Toledo staat voor toetsen en leren doeltreffend ondersteunen. In de voorbije twintig jaar is het platform uitgegroeid tot het kloppend hart van het onderwijs aan de KU Leuven. De universiteit kiest immers voluit voor blended leren. Dat is een doelbewuste geïntegreerde combinatie van contactonderwijs en online onderwijs. Dat levert enorm veel bijkomende onderwijs- en leermogelijkheden op. Een belangrijk voordeel is bijvoorbeeld dat studenten zaken op eigen tempo kunnen leren waar en wanneer hen dat past. Tegelijk hebben docenten de kans om tijdens contactmomenten dieper in te gaan op specifieke cursusonderdelen of op inoefening van de leerstof. Het platform wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. Om te beginnen is het het belangrijkste communicatiekanaal met medestudenten en docenten, waar je elke dag gebruik van maakt. Het omvat je webmail, elektronische valven of berichten, de tool voor videoconferencing Blackboard Collaborate, discussiefora en zo verder. Tegelijk is het dé bron bij uitstek voor informatie over al je cursussen, inclusief je uurrooster en de plaats waar je docenten het leer- en toetsmateriaal voor hun opleidingsonderdelen beschikbaar maken. Je vindt op Toledo ook allerlei ICT-tools, bijvoorbeeld om streamingvideo en ander beeldmateriaal te bekijken. Of om online lessen te volgen. Toledo is ook rechtstreeks verbonden met het administratieve platform KU-Loket. Zo kan je snel aan alle gegevens betreffende je individueel studieprogramma, je ISP, je individueel examenrooster, je IER en je studievoortgangsdossier. Last but not least is Toledo ook een evaluatietool. Een instrument waarmee je docenten jouw leerproces en dat van je medestudenten kunnen ondersteunen, sturen en opvolgen via opdrachten, assignments, groepstools, e-portfolio en toetsen. Er zit ook een Grade Center in Toledo, waar je docenten je punten geven. Zelf kan je in Toledo ook de ontwikkeling van je eigen leerproces opvolgen en kan je er doorheen je studieloopbaan een eigen e-portfolio opbouwen. Toledo neemt dus een erg belangrijke plaats in je studies in. Toch is het niet je enige online bron voor informatie. Ook op de website van de universiteit kan je heel wat nuttige informatie vinden. Zo willen we je zeker je aandacht vestigen op de verschillende diensten voor studenten die we ingericht hebben. Ga zeker ook eens een kijkje nemen op de webpagina's die we gemaakt hebben om je thuis te laten voelen aan de KU Leuven. En ook met praktische informatie over hoe je de fysieke en online colleges zal kunnen volgen. Verder voorzien vele faculteiten een studentenportaal als het startpunt voor de vele vragen waar je als student mee kan zitten: over studies en examens, beschikbare ondersteuning en begeleiding en administratieve aangelegenheden. Maar terug naar Toledo. Om ingelogd te geraken in de leeromgeving moet je eerst je KU Leuven-account activeren en een gebruikersnaam en paswoord instellen. Als je dat nog niet gedaan hebt, doe het dan meteen. Surf dan naar de Toledo Startpagina en meld je aan om binnen te stappen in het portaal. Veel succes!